Het gaat net goed met de Partij van de Arbeid. In de landelijke peilingen rint de stiepe van de partij al on mooi te bek. En bij echte verkiezingen, zoals verliezen hier voor de provinciale steden, gaan de Sociaaldemocraten het onder En als het niet veroord, dan wordt het echt net beter. Zo denken de ondertekeners van deze disse brieven van partijleider Samson en voorzitter Spekman. Een van hen is schrooster Jannie van der Molen. Zij maakt het haar al langer zwaar genoeg de takkoms van de partij. De landelijke koers, heeft steeds meer problemen mee. Uh, en de druppel is eigenlijk toch wel Westerhouding die de partij al rond de weken hier in het uh, debat rond de permanente uh, kinderpardon. Van der Molen zou graag een rommer kinderpardon willen, maar de PvdA-fractie in de Tweede Kamer stiep het dat net. Het was van Van der Molen de directe aanleiding om een aan brief te beginnen, maar de zorgen zijn is breder dan dat. Zo vanavond, Van der Molen doet ze maar de brief dwanden weer. De ontevredense over de Haagse PvdA-koers zit diep. Het grutte verhaal naar Boetentij is net meer herkenbaar. En, uh, en dat tot een hele proto leden zeer, zelfs sazeer, dat ze zich afregen dat die Partij van de Arbeid nog wel hun partij is. En dat is natuurlijk flink mis. En dat echt net ha. Dus het mat-oors, keer het tij, Dat is eigenlijk uh, het motto van de brief. Uh, ik wil mijn partij terug, keer het tij. Het mat dus radicaal oors, Safine de Frieske ondertekenaars van de brief. Wat dat net, dan zou het maar kwart nu los oerwijze kennen maar een sociaaldemocratie. Die sociaaldemocratie, die ideaal, die hebben we al een keer nog steeds. En die wollen we weer verwezen, verwezenlijken. Maar als we slijf voort vegen, bij de volgende verkiezingen, staat dat ek wie de vorige gebeurd is, met de steerte verkiezingen, ja, dan kennen we dus helemaal niks meer. Dus dat lood, dat sociaaldemocratische democratische lood, dat maat van de lezen, leden en van de kiezers zichtbaar wijzen. ons rennen ze voort. Het landelijk partijbestuur van de PvdA, wie het net berikbaar, van commentaar.